En we zijn vertrokken voor de eerste finale in de overklasse 7-min. En we zien daar weer een hele mooie start van niemand minder dan Rowan Leenders. Rowan Leenders pakt hier een koppositie en gaat strijden voor die beker. Hij wil op het hoogste podium komen te staan en heeft geen genoegen met 2 of 3. Rowan Leenders is op 1. Wie gaat er met hem mee op de tweede plek? Dat lijkt iemand te zijn van de Wiklos. Wiklos uit Wieken met die hele mooie nieuwe baan. En dat moet dan Bas van Uden zijn. Bas van Uden is de tweede plaats voor zijn rekening. Op 3 krijgen we mee de man uit Erp. Alleen wordt op dit moment even veel kijken gestoken door niemand dan Jens Louis van de Tourtrappers. Die wil die derde prijs, maar het wordt nog spannend. 178 vanuit de wiel Sven Pennings. Of is het Jens Louis? Het wordt heel erg spannend, mensen. Wie zal het zijn? Waar gaat het worden? Het is aan de jury. De volgende rit is voor